Horecaondernemers in Groningen willen dat het kabinet gaat onderzoeken of er een mogelijkheid is om in ieder geval tot 6 uur in de middag open te kunnen. Door de strengere coronamaatregelen van het kabinet is de horeca sinds vorige week woensdag volledig gesloten. Om dit verzoek kracht bij te zetten organiseerde Jules Karels van Café Amicitia zaterdagavond een demonstratie op de Grote Markt. Dit na een idee van zijn stamgast Donnie Rongst. Maar wij vragen ons ook af of er geen mogelijkheden zijn of wij toch gedeeltelijk open kunnen. Het is in één keer klakkeloos van tot 's avonds 10 uur is het in één keer dichtgegooid. En dan zeggen ze eerst voor de duur van 4 weken, maar ik ben toch bang dat het wat langer gaat duren. En dan voelen wij ons, we voelen ons er niet bij betrokken. Het is gewoon, het besluit is genomen, we zijn niet gehoord. Er is ook niet gevraagd of wij misschien ideeën hebben dat wij daardoor toch open kunnen blijven. Dus ja, het is allemaal zeer onzeker voor ons. En dat knaagt aan ons. Het protest op de Grote Markt was volgens Karels een succes. Goede opkomst, geen gehuil, geen gezeur. We zijn gehoord. En na de demonstratie, na de speech van mij, zijn we allemaal in principe gewoon allemaal keurig en rustig weggegaan. Dus eigenlijk ben ik wel heel tevreden. Ondanks het goede verloop van het protest hoorde Karels nog niets vanuit de politiek. Ik zeg, dat bevreemdt mij eigenlijk wel, want het leeft enorm en we zijn bang. Ja, ik ben bang dat er een hoop bedrijven gaan omvallen. Eigenlijk heeft de overheid dit al lang zien aankomen, dus die hadden het pakket al lang klaar moeten hebben. Daar hadden onmiddellijk in werking moeten treden, vind ik, en met mij velen. Ja, nu is het voor ons allemaal afwachten, wat gaat er gebeuren? Karels is bang zijn kroeg kwijt te raken. Eigenlijk staat het water ons wel een beetje aan de lippen. Voor onze bedrijven. Kijk, thuis heb ik eten. Ja? Maar dit is mijn bedrijf, dit is mijn alles. Ik doe dit werk al 30, 31 jaar lang. En de meeste horecabazen die doen het met passie, met hart en ziel. En alles staat stil. Niet alleen je inkomen, maar ook dat je niet meer bezig kunt zijn. Je krijgt gewoon helemaal niks. Nou, en dat doet pijn.